allemaal, welkom bij de 11e aflevering van Ask Me. Mocht je zelf een vraag hebben over alcohol, over minderen, over stoppen, over een alcoholvrij leven, laat mij dat dan weten via info@ontwijnen.nl. Het adres staat ook hieronder. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren. Vandaag weer een vraag, deze keer van Sabine. Ik lees hem even voor. Hi Jacqueline, ik wil graag stoppen met alcohol voor lange tijd. Ik weet nog niet voor hoe lang. Nu zie ik echt op tegen de reacties van mijn omgeving en de sociale gelegenheden die gaan komen. Wellicht herkenbaar voor velen van jullie. Ook gaan we eind juni op vakantie en ik kan me echt niet voorstellen hoe ik het 2 weken zonder alcohol leuk ga hebben. Zo saai en lastig. Nu ik het zo opschrijf, schrik ik er eigenlijk van dat ik het kennelijk moeilijk vind om alcohol los te laten. Wat zegt dat dan over mij? Vind ik best spannend. En wanneer ben je eigenlijk een probleemdrinker? Veel vragen, maar ik hoop dat je ze wilt behandelen in de Ask Me video. Bedankt voor je boeken en fijne video's. Groetjes, Sabine. Lieve Sabine! Ik ga even de bril opdoen, maar ik wil even geen vragen vergeten, dus zometeen doe ik hem weer even af. Allereerst zeg je, ik wil stoppen, maar ik weet nog niet hoe lang. Ik heb vaker gezegd in mijn video's, en ik zeg het ook altijd tegen de deelnemers aan mijn online programma's en wanneer ik mensen privé coach, je hoeft helemaal niet te beslissen voor hoe lang. In een andere Ask Me video ga ik hier ook uitgebreid op in, maar even in het kort, hou het bij vandaag. Veel mensen in je omgeving zullen het ongemakkelijk en irritant en confronterend ook voor zichzelf vinden als jij besluit om tijdelijk of langer te stoppen met alcohol. Denken dan, maar hoe moet dat dan met onze etentjes, vakantietjes, nu eindelijk de terrasjes open zijn, weet je wel, dat soort dingen. Dus die willen dan wel graag weten van ja, Sabine, leuk, maar hoe lang ga je dat doen? Want dit kun je natuurlijk niet voor eeuwig gaan doen. Hou het bij jezelf en zeg gewoon, ik weet het nog niet. Maar nu in ieder geval niet. En vergeet ook niet, er is altijd, zoals met zoveel dingen in het leven die heftig lijken, een reden om het niet te doen. En vooral die grote verandering vindt jouw brein best wel eng. Dus die gaat ook allerlei redenen opwerpen om het vooral niet te doen. Maar het is echt een hele goede keuze. Dus als het gaat om lengte, besluit ook voor jezelf. Ik zie wel. Ik bedoel, zo ben ik al 5 jaar alcoholvrij. En nu veel verder dan toen hoe ik er in het begin over dacht. Maar voor jou nu, hou het klein en hou het bij het begin. Gaan we even kijken naar je mail. De vakantie. Dat snap ik heel goed. Hè? Die mails krijg ik nu steeds vaker van mensen die zeggen van... Ja, maar kijk, weet je, hier in Nederland nu, met alles wat er gaande is en mijn werk en de drukte, gaat het prima. Maar vakantie zonder drank? Ik weet ook nog wel dat ik dat... Nou ja, gewoon het idee van naar Frankrijk bijvoorbeeld en dan niet drinken is gewoon ja, ondenkbaar. Kijk, en in feite is de eerste tip die ik gaf net, geldt daar ook. Hè? Bekijk het gewoon per dag. Extra tips voor op vakantie is ook gewoon, wanneer je drinkt, dan ben je daar ook heel erg mee bezig. Natuurlijk de een wat meer dan de ander. Maar kijk eens wat er allemaal leuk is op vakantie en hoe lekker het is om ook eens een vakantie echt uit te rusten. Het punt is dat velen van ons onbewust helemaal niet weten hoe we moeten ontspannen. We zijn vooral bezig met hoe moeten we inspannen, hè, de hele dag. Van het checken van onze Facebook, Instagram, tot iedereen bellen, de to-do-lijst afwerken, de kinderen, het huis, alle toestanden. Hè, daar houden we ons heel erg mee bezig. Sporten, fors sporten, hard sporten. Maar ontspannen... Echt bewust ontspannen, zonder enige prikkels, vinden we heel moeilijk. En het is juist zo lekker. Ook al lijkt het nu heel saai en vreselijk om eens een vakantie alles rust te gunnen. Dus ook je lever. En gewoon lekker te genieten. En van alles wat er is op vakantie. Weet je, misschien het zwemmen, het wandelen, lekker slapen, lekker eten, leuke dingen doen, met je gezin bij elkaar zijn of met je vrienden of wat dan ook. Mooie dingen bezoeken. Het kan allemaal echt zonder drank. Maar zie het als een experiment. Probeer die hele zwaarte er een beetje in je hoofd af te halen. En te zeggen, goh, ik ga dat gewoon eens een keer proberen. Dat helpt ook, hè. Hetzelfde als dat ik net zei, bekijk het per dag. Geldt voor op vakantie ook. Ga eens kijken wat er allemaal nog meer is. Want we denken vaak, als we niet meer drinken, is niks meer leuk. Maar zo is het natuurlijk niet. We hebben alleen geen oog voor de andere dingen. En dat ga je nu wel krijgen. Weer even de bril op. Vond ik ook een goeie wat je daarna zei. Nu ik het zo opschrijf, schrik ik er eigenlijk van dat ik het kennelijk moeilijk vind om alcohol los te laten. Ja, dat kan ik me voorstellen dat je daarvan schrikt. Want
alcohol is heel erg een taboe, hè? Over stoppen met roken hebben we het wel. En je mag ook gerust zeggen tegen je vrienden, ja, ik ben verslaafd aan sigaretten, maar alcohol, dat vinden we door dat woord alcoholist, heb ik in een eerdere Ask Me ook behandeld, vinden we dat heel eng, heel spannend. Wanneer ben je eigenlijk een probleemdrinker? Ik vind het ook heel fijn dat je het zo verwoordt, want ik wil dat woord alcoholist even loslaten. Daar heb ik wederom in een andere Ask Me video uitgebreid over gesproken. Maar een probleemdrinker is natuurlijk eigenlijk een hele goede term. Want dat, kijk, dat woord zegt dat natuurlijk al, dat is wanneer de alarmbellen afgaan. Dat is wanneer jouw manier van drinken aandacht en zorg nodig heeft. En dit zal veel Nederlanders verbazen en laten blazen van belachelijk. Maar goed, de feiten zijn er. Als jij als vrouw eens in de week minimaal 4 glazen, ik hou het even bij wijn, 4 glazen wijn drinkt. Dat zijn 4 keer 100 milliliter. Want een glas wijn wordt in de wetenschap gezien als 100 milliliter wijn. Schenk het maar eens in een maatbeker. Dan ben je een probleemdrinker. Dus dat betekent niet verdeeld, maar in één keer 4 glazen wijn. 400 milliliter is net ietsje meer dan een halve fles wijn. Ik denk dat de meeste volwassenen in Nederland, echt de meeste, hier zeker aan zitten. Als het om bier gaat, is het om 4 keer 250 milliliter. Dus dat is een liter bier in één keer. Dus dat zijn eigenlijk redelijk normale biertjes, 4 biertjes. Dus 4 voor een vrouw, 6 voor een man. Als het voor een man om wijn gaat, is het 600 milliliter. Dus dat is net ietsje, bijna 2 glazen minder dan een fles. Als je uitgaat van die 100 milliliter. Dan ben je een probleemdrinker. Een zware drinker. Heftig, hè? Dat is hoe de wetenschap het ziet. En natuurlijk, riep ik vroeger ook, hè, toen ik nog dronk. Ja, maar volgens de Jelinek is iedereen alcoholist. Het punt is dat wij als maatschappij alcohol helemaal niet serieus nemen. En dat komt omdat we ons leven lang al in de romantiek van alcohol geloven. Het is fijn, het is goed voor je. Hè? De cardiologen hebben het zelfs nog geroepen, jarenlang, dat het gezond voor je was. Maar alcohol is een heel verslavende, dubbelop nu even, harddruk. Niet misschien, maar dat is het. Alleen, die heeft een hele mooie Chanel jas aan. Snap je? Dus neem het middel serieus. Echt heel belangrijk. Het is heel kankerverwekkend, heel erg slecht voor je. En we drinken er heel gauw te veel van, omdat het een verslavend middel is. Omdat het ons lekker verdooft. Omdat het ons dopamine shots geeft. Zie je, ik heb heel veel stof voor nog meer video's. Maar dat is even antwoord op je vraag. Dat ben je dus al heel gauw. En alcoholgebruik neemt voor de meeste mensen met de jaren toe. Want ik zeg ook wel eens, mensen zeggen, ja, maar ik drink niet 's ochtends en er is niks aan de hand. En dan zeg ik, de mensen die 's ochtends beginnen, zijn daar nooit van maandag op dinsdag mee gestart. Dat is een toeloop geweest van een hele lange periode. En op een gegeven moment ben je zo opgevreten door die vleesetende plant dat je het niet meer in de gaten hebt. Leuk, hè? Lekker opbeurend. Maar goed, in ieder geval, ik hoop hiermee je wat helderheid te hebben gegeven. Antwoorden op je vragen. Super fijn dat je deze zo stelde. Het was een lange, uitgebreide Ask Me. Maar voor iedereen die kijkt, stuur ook je vragen. Ik behandel ze graag. En tot snel weer.